Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet gaan naar een weekend met Naomi Sastra? Want ze heeft een prachtig concert voor ons in elkaar gezet. En ze is vandaag hier en ze gaat me daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Naomi. Hi schat. Hoe gaat het met je? Goed met jou. Gaat hoor. Je bent niet alleen vandaag. Je bent samen met Charelle. Ja. En jullie zijn bezig geweest. Want ik zag plotseling op Facebook. Een weekend met Naomi Sastra. Niet eens één dag. Een weekend. Ja, klopt. So tell me about it. Nou, hiermee willen we de mensen een ervaring geven. Dus dan kan je het niet op één dag doen, denk ik, toch? Dus dan 26 en 27 hebben we daarvoor gekozen. Dat ding is gewoon, Naomi, de fanbase is gewoon te groot. Dus je wil iedereen tevreden stellen, ja, snap je? Je wil gewoon dat iedereen naar die show komt. De locatie waar we het doen is Assyria High Rise. Het wordt een klasse show, dus het moet in een goede locatie gehouden worden. Maar Assyria kan alleen niet zoveel mensen bevatten. En om alle fans tegemoet te komen, hebben we er gewoon 2 dagen van gemaakt. En we zijn gewoon een heel weekend. Zijn we alleen met Naomi bezig. En I'm getting goosebumps. Omdat ik weet wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kan niet te veel vertellen. Want natuurlijk, mensen moeten gewoon komen naar de show. Ze moeten komen kijken. Een kaartje kost slechts 1000 SRD in de voorverkoop. Want je gaat zo snel. Let's put a pin in that. Yes, we're gonna pin it. Oké. Okay. Een weekend met Naomi Sastra. Mijn klasse locatie. Bijna hebben we al de prijzen van de kaarten. Het wordt, als ik goed heb begrepen. Want Assyria Event Center kan niet zoveel gasten per keer. Dus het wordt sowieso een knusse, up close and personal experience met Naomi. Wil je of mag je me er een beetje over vertellen wat er gaat gebeuren voor het deel dat nog geen kaart heeft verkocht en gewoon nu meteen een kaart zal kopen na dit interview? Ik denk heel veel hoor. Ik zelf voor mezelf ga. Ik heb heel veel te bieden. Dus ik wil ze echt een night with Naomi geven. Een beetje beter leren kennen, weet je. Een beetje interactie met mijn mensen. Ja, net zo'n beetje. Ja, ga Charelle dit ja, kom maar, Charelle, jij mag. Er is een lot going on. Jij mag. Er is een lot going on. Zij gaat zingen. Zij gaat zingen. Ze is gewoon daar. Ze is gewoon daar. Om haar ding te doen, om te zingen, om er prachtig uit te zien, dat is haar job. De rest is voor de andere mensen die het werk gaan verzetten, zodat zij er die avond Ik neem mijn pin weer. Ik neem mijn pin weer. Alsjeblieft. Alsjeblieft je pin. Nou, het is een diva night. Toch? Dat wil zeggen, de mensen die naar daar komen, moeten sowieso in een diva-kleding komen. Ze moeten gewoon verwachten dat wat Naomi daar gaat neerzetten, is... We hebben allemaal Suripop gezien. Ik heb het, ja. Oké, okay. Je weet wat ze Suripop heeft gedaan. Maal 3. Times 3. Dat wordt het gewoon die avond. Gewoon helemaal fantastisch gekleed. De muziek gaat gewoon out of this world zijn, als je het aan mij vraagt. Toch? Het is een diva night, hits van toen, van de divas, die worden gezongen door haar, ja, met haar eigen nummers ook erbij. Ja. We hebben gastoptredens van Maruf Amatstam, van Benjamin Faya, Brian Bijlhout, die komt uit Nederland, om de show ook te ondersteunen. Ja. Dus het is gewoon een night to remember. De stage, we kennen allemaal die stage van Assyria, geen grote stage. Er gaat een beetje uitbouw plaatsvinden. Alleen dat zij echt, je weet toch, naar voren kan gaan. En echt ook met het publiek interactie kan hebben. Dus het wordt een hele transformatie daar. We hebben dus die normale kaarten van 1000 SRD in de voorverkoop. En we hebben natuurlijk ook VIP-kaarten voor de mensen die echt zoiets hebben van... Hey, ik wil echt die experience hebben. Ik wil een snackplatter erbij. Ik wil drank erbij en al dat soort van dingen. Dat is dus voor de VIP. Dat kan gewoon geregeld worden. Dat kan allemaal geregeld worden. En mensen kunnen dus bellen op het nummer die je zo meteen in beeld ziet. Als je dus een VIP-reservering wil doen, bel je gewoon even op het nummer. En gewoon komen naar die avond. Dat wordt gewoon super, super, super gezellig. Oké, Charelle, je hebt me alvast kunnen overtuigen. Dat is de bedoeling. Daarom ben ik hier. Je moet gewoon naar de show komen. Maar Naomi, hoe je hier zit. En ik heb je al een aantal keer horen zingen. En iedere keer als je zingt, heb ik het gevoel dat ik ook kan zingen. En gelukkig zingen luiden naar mij. Want als ze mij zouden horen. Dan was het afgelopen. En ik merk dat zingen is gewoon jouw ding. Ik denk niet dat je met mensen wil praten. Als het kon, had je hier voor ons gezongen en het heel verhaal aan ons verteld. Maar hoe voel je dat gewoon
een weekend voor jou wordt gemaakt. Dat jij mag gaan zingen. Dat mensen moeten komen om jouw show te ondersteunen. How does it feel? Want je zingt niet nu. Nee, je zingt al lang. Ik ben met je groot geworden. Ja. Zo voel ik me trots. Ik voel me fantastisch. Ik voel gewoon dat ik die mensen Naomi ga laten zien. Ze gaan me, die avond gaan ze Naomi zelf zien, Naomi Sastra. Dus die Jamide en die zo was ook mij. Maar gewoon voor het feit dat ik die twee dagen achter elkaar die mensen, ze mogen me leren kennen. Wauw. Ja. Oké. Ze mogen je leren kennen. Dat wil zeggen dat het niet voor iedereen is. Ik ga weer naar je PR gewoon iets vragen en zo. Nee, we houden het een beetje. Back to you. Yeah. Ze mogen je leren kennen. Een selecte groep. Wat is de verkoop al gestart voor de kaartjes? Ja, de verkoop is al Wanneer gestart. Wanneer stopt dat? Zolang als de kaarten uitverkocht zijn, dan stopt het automatisch. Maar de verkoop van de kaarten is al gestart. We hebben 9 locaties om exact te zijn. Allstar, Restaurant Bibit, Max, Sash. Er zijn zoveel locaties om op te noemen. Uit het hoofd ken ik niet allemaal. Maar we hebben 9 verschillende locaties waar je dus je kaarten kan halen. Ja. En het is Dasax Events die dit organiseert. Ik moet even een stukje erbij vertellen dat het dus een jonge Surinamer is. Echt ondernemende Surinamer. En hij heeft dus Naomi de talent gezien. En hij had zoiets van, weet je wat? Ik kan samen met Naomi een hele goede show in elkaar zetten. En dat is wat we nodig hebben in Suriname. Mensen die de mogelijkheid hebben om een andere te pushen en te upliften. Dat ze ook echt even naar voren komen en zeggen van, ik kan je helpen om hoger op te komen. En ja, samen gaan ze het dus nu doen, ja. Wauw, nee, dan gaat het ook gewoon gebeuren. Ja, nogmaals, want misschien ben ik zo helemaal captivated by the story and experience. Maar hoe laat begint het? De show begint om 7:45. Oké. En de dresscode is, want als ik geen diva kleren heb, dan mag ik niet komen? Tuurlijk mag je komen. Ja, ik heb je zien kijken. Tuurlijk ik heb jou zien kijken. Tuurlijk mag je komen, maar je moet wel weten dat de rest wel in diva gekleed is. Dus misschien ga je het dan niet comfortabel voelen. Dus probeer die diva kleding wel uit de kast te halen. Ja. Okay, nee, ik heb gehoord Sash, dan moet ik wel, daar kan ik wel wat vinden. Ja. Oké. Ik ben super enthousiast voor jou. Ik ben blij dat je Charelle hebt om het verhaal voor je te vertellen. Ik ook. En ik ben blij dat Charelle jou heeft om de avonden waar jij gaat optreden gewoon tot een groot succes te maken. Want het is nog niet eens gebeurd en ik weet al dat het gewoon off the top gaat zijn. Zo, heel veel succes. Thank you. Laat het begin zijn voor nog meer nachten, weekenden, maanden. Zeker. Met Naomi. Met Naomi. Ja, inderdaad. Yes? You got a girl. Thank you, girl. En Charelle, ook bedankt voor het vertellen van het verhaal. Thank you for having us. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag waren Charelle Meijer en Naomi Sastra bij ons in de studio. Op 27 en 26 april, een beetje achterstevoren, heeft Naomi een weekend met Naomi Sastra in de Asuria Event Center. Het wordt een prachtige avond, vol glitter en glamour, dus kom ook zo gedrest. Een kaartje kost maar 1000 SRD. De kaarten zijn er zolang de voorraad strekt. En trust me, het gaat snel, want het is wel Naomi. So don't forget about that. Dus als je vandaag hebt gekeken en je denkt, ik moet ergens zijn op 26 of 27 april, this is the place to be. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.